Ben je tevreden met de opkomst? Het is niet zo groot. Ja, ik kijk niet echt naar massa. Weet je, ik kijk niet naar massa. Omdat ik zeg, wij hebben, Organic heeft al... Organic heeft al een move gemaakt in Suriname. En het is langzaam, het gaat organisch. Misschien waren we dat gewend, omdat we de protesten kennen van de meidagen. Maar laat het langzaam aanzwellen. Toch, en laat het organisch gaan. En ja, de regering begeleidt dit in principe. De regering, het is hoe men inspeelt op dat wat we vragen. Ten aanzien van de kwestie Sabaku hebben we nu al beslist dat alle personen, en de personen kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die percelen gehad hebben in strijd met procedures, dat we die allemaal gaan intrekken. Maar alle personen en rechtspersonen die meer dan één perceel gehad hebben, al is dat conform de regels en procedures geweest, meer dan één, dat we die anderen gaan intrekken en aan andere personen gaan geven. Personen die dringend en lange tijd wachten op een stukje perceel. Een ander besluit dat we genomen hebben is namelijk evaluatie van de regering, aanpassing binnen de regering op basis van reshuffling of op basis van mutaties. Ten aanzien van RVC's, dat er evaluatie komt en alle personen die dubbele functies hebben, dat we daar ook maatregelen gaan treffen. Bent u bereid de First Lady te halen uit de Raad van Commissaris van Staatsolie? Want dat is een eis vanuit de samenleving. Bent u concreet hoor, bereid dat te doen? Voor wat betreft de participatie van First Lady en RVC Staatsolie, ik heb al net aangegeven, we zijn bereid over alles te praten. Je moet ook rekening houden met statutaire bepalingen. Je moet ook rekening houden met functioneren van iedere betrokkenen. Wij gaan rationeel handelen. We gaan handelen op basis van evaluatie. En als mocht blijken namelijk dat er sprake is van dysfunctioneren of wat dan ook. Aan de andere kant moet je ook met betrokkenen overleg gaan. En dat overleg wordt ook gevoerd. We horen ook dat het gaat gebeuren, dat het zal gebeuren. Maar we horen niet wanneer het gaat gebeuren. En we zien niet dat het gebeurt. Er wordt gedraaid om de heep te brei. En Suriname staat echt te kijken van, oh, is het friends and family beleid? Zijn die friends and families belangrijker dan de eisen van het volk? Of hij nou invulling gaat geven daaraan of niet? En wanneer? De bal ligt bij hem op dit moment. De bal ligt echt bij hem. Wat rechtszaak tegen Assad ook. Wat Assad om de VAP'ers op 23 functie. Mima is dat ze naar 23 functie. Overal in de wereld moet horen wat er in Suriname gebeurt op dit moment. Wat is er aan ik klaar? En ik wil job aan regering, die zien wat zo boos ben ik. Moet job aan regering. Dat klik ik tegen u. Leiders, geloof me, ik hou van jullie. Jullie zijn met iets gestart. Jullie hebben je leven in de gevaar gezet. Maar geloof me, jullie praten te veel. Weet je hoeveel mensen willen komen? En ze zeggen gewoon van, weet je wat? In geen enkel ander land is er een regering afgezet zonder geweld. Want de mensen die macht hebben, gaan die macht ook uitoefenen. En daarom dat we vrede en jullie extra naar macht. Maar naar jou af aan macht die. En dan is maar zes donderdag. De mensen rondom de president moeten hem eindelijk zodanig raken met hun adviezen dat hij niet dat hij buigt voor het volk, toch, maar dat hij luistert naar zijn volk. Ik wil iedereen vragen om te gaan kijken naar dat van Panama.
Die president heeft geluisterd naar zijn volk. Toch? En hij heeft zijn kabinet kunnen redden. Als je niet luistert, gaat het op een climax komen. Straks is het vakantie. Hoe gaan die mensen hun schoenvullen kopen? Hoe gaan die mensen straks groenten kopen? Kunstmest en alles is duur. Daarom vraag ik aan de Hindoestaanse broeders, vooral die aan landbouw doen, komen jullie gezamenlijk met de Surinaamse vlag. Zijn naam kent Handalike. Ik roep het gemeenschap van Suriname om het collectief verband in eenheid en samenhorigheid de strijd verder te binden. Als een teken van dat je tegen dit beleid bent, dat je solidair met organic bent, vragen wij dat je je zwarte vlag hangt, want er zijn donkere dagen. Suriname heeft donkere dagen op dit moment. Toch? Laten we die zwarte vlag uithangen als een teken van solidariteit. Het maakt niet uit, je hoeft niet speciaal naar de stad te gaan om een stukje stof te kopen. Je kan een oude zwarte trui gebruiken en je zet het aan een stok. Maar uit je op die manier. Ik heb een paar dingen gedaan. 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 Ik heb een paar ding